Goedemiddag allemaal, welkom bij een nieuwe Cat Response Live, nummer 65 alweer. Ik heb Bob Woets vandaag te gast. Hoi Bob. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Hey, leuk dat je er weer bent. Je vertelde net, je hebt net ook een leuk gastcollege gegeven, dus je gaat in één keer door met de college eigenlijk. Ja, ik mocht net een leuk verhaal vertellen over data-analyse bij de Avans Hogeschool. Ja, was absoluut leuk. Hartstikke gaaf. Nou, fijn dat je erbij kan zijn. Wij gaan het vandaag hebben over Power BI Embedded en dan Gen 2. Ik had eerst versie 2 staan, maar het heet officieel Gen. Kijk, hier staat ook nog versie. Nou, maakt niet uit. Hetzelfde. Wat is het? Wat kan je ermee? Maar voordat we dat gaan doen, mocht je dit leuk vinden dat we dit soort dingen elke week maken, laat het even weten. Duimpje omhoog. Zie je? Kijk, tekstje er dan gelijk bij. Dat helpt ons voor de zichtbaarheid en dat vinden we leuk om te zien. Laat even weten ook als je kijkt via de commentaar. Zeg even hallo, dan weten we ook wie er kijken. Ik zie dat er in ieder geval via YouTube 5 mensen meekijken. Via LinkedIn neem ik aan wat meer nog. Nou, laat me even weten of je kijkt. Zeg even hallo. Bob, jij bent werkt bij Creates. Kan je vertellen wat je zoal doet bij Creates? Ja. Ik werk inderdaad als data consultant bij Creates. Daar hebben we een mooi team met mensen die eigenlijk allemaal mooie oplossingen binnen het Microsoft data landschap bouwen. En dat kan variëren van een data warehouse tot een data lake, tot een hele data platform architectuur, tot Power BI rapportages. En ook steeds vaker eigenlijk oplossingen waarbij we portalen of applicaties, die eigenlijk direct nog niet zo heel veel met data te maken hebben, combineren met data oplossingen zoals bijvoorbeeld Power BI. En daar gebruiken we dan, ja, Power BI Embedded voor. Nou, vorig jaar hebben we daar alles over gehad. Volgens mij ook in september, Jeroen. Dat zou best zoiets. Een jaartje geleden, denk ik. Ja. Ja. En inmiddels heeft Microsoft ook niet stil gezeten. Want je zei het al, Gen 2 is uit. Gen 2. Generation 2. We gaan vandaag eens even kijken wat in ieder geval de verschillen zijn en wat het wellicht voor extra mogelijkheden biedt voor mensen. Ja, nou, hartstikke fijn dat je dat wil doen. En mocht je kijken, hoi Ingrid, leuk dat je kijkt. Mocht je kijken en een vraag erover hebben van wanneer moet je het nou toepassen, of weet je, zit je te twijfelen van is het nou wat voor ons? Laat gewoon via de commentaren weten, dan kunnen we het gelijk meenemen, je vragen, en je hopelijk vooruit helpen. Zullen we eerst eens beginnen van wat is nou eigenlijk Power BI Embedded? Hebt er geloof ik wat dingen voor voorbereid. Dus ik kan jouw scherm even delen als jij daar naartoe gaat. Ik zie onder water zie ik jouw scherm. Ja, dus ik ga even jouw scherm er nu bij halen. Vertel, wat is het eigenlijk? Ja, Power BI Embedded is eigenlijk een soort van licentietype of een service, net hoe je het noemt. En ik heb hier wel Generation 2 uitgelegd, maar ik wil eigenlijk eerst even kijken waar Power BI Embedded nou eigenlijk staat. In het hele Power BI landschap, wat mensen wellicht wel kennen, of wat mensen wellicht nog niet kennen, of deels kennen. Maar eigenlijk als je teruggaat naar het hele licentietype van Microsoft, dan zie je dat er eigenlijk twee stromen zijn. Aan de ene kant heb je licenties per gebruiker, en aan de andere kant heb je licenties naar capaciteit. En als we dat onderverdelen, dan zie je dat naar gebruiker, de Power BI Free, waar mensen eigenlijk zelf rapporten kunnen maken en kunnen publiceren op de Power BI service, maar niet kunnen delen bijvoorbeeld. Je hebt er ook geen kosten aan, hè? Free zegt het woord. Maar op het moment dat je dat wil gaan delen, heb je natuurlijk Pro nodig. Dus ik denk dat heel veel mensen die naar deze webinar zullen kijken, die zullen waarschijnlijk gebruik maken van de Power BI Pro licentie. En sinds kort, sinds eerder dit jaar, heeft Microsoft daar premium per user aan toegevoegd. En dat is dus een premium functionaliteit, hebben dus eigenlijk extra functionaliteiten, alleen dan een licentie per gebruiker. Nou ja, dat is dus echt licentie per gebruiker, je betaalt per gebruiker en het is ook aan jou gekoppeld, dus het is niet zo vandaag gebruikt A het en morgen gebruikt B het, nee, het is echt per gebruiker. Als je dan kijkt waar Power BI Embedded staat, dat staat aan de andere kant, hè? Dat staat aan de capacity kant, dus dat betekent eigenlijk dat je ook natuurlijk iets moet betalen. Je betaalt voor een capaciteit. Dus je betaalt niet meer per gebruiker, maar je betaalt bijvoorbeeld naar geheugen. Het is een combinatie van een aantal factoren, capaciteit. Dus dat kan geheugen zijn, dat kan snelheid zijn. Dus dat zijn een aantal variabelen en daar heb je premium en embedded in. En wat je vaak ziet is dat organisaties die embedded kiezen, dat zijn vaak organisaties met veel pro-users of met pro-users, die vervolgens
eigenlijk een model willen hebben waarbij ze Power BI rapportages kunnen inzetten in applicaties zonder dat ze per gebruiker een licentie hoeven uit te delen. En dat is eigenlijk in basis waar Power BI... Als ik het misschien anders zeg, ze willen het een beetje, die licentie stelt je staat om het af te kopen misschien. Ja. Ik zeg van nou, ik hoef niet €8 per gebruiker te betalen en dan keer zoveel gebruikers, maar exact. Ik koop het af en ik heb een soort capaciteit. Oké. Ja. Dus zien we ook nog even de parameters waar je aan kunt draaien. Maar hier is het eigenlijk nog eventjes kort aangegeven van wat ik eigenlijk net vertelde. Waarbij je bij premium heb je dus echt premium functies. Waarbij je per user die alleen met users kunt delen die ook premium per user hebben. En bij echt premium voor de hele organisatie kan eigenlijk iedereen binnen de organisatie die premium functionaliteit gebruiken. En het leuke van embedded is dat je stiekem ook premium hebt. Dus op de achtergrond is Power BI Embedded eigenlijk gewoon Power BI Premium. Alleen kun je het in een ander afrekenmodel verkrijgen. Namelijk je betaalt op basis van gebruik in plaats van op basis van een vast bedrag per maand. Hè. Premium betaal je een x-bedrag per maand afhankelijk van hoeveel capaciteit je afneemt. Maar bij Embedded kun je eigenlijk iedere minuut kun je service stopzetten. Dan doen je rapportages het ook niet meer. Maar er zijn scenario's waarin dat denkbaar is. Hoef je er ook niet voor te betalen. Dus je kan het bijvoorbeeld 's nachts uitzetten. Ik zeg nou, tussen 7:00 's avonds en 7:00 's morgen zet ik hem even uit. Scheelt me de helft van de kosten. Ja, exact. Dus het wordt vaak in combinatie met klantportalen gebruikt. Hè. Maar je zou er ook aan kunnen denken om Power BI Embedded in te zetten in een organisatie die misschien een applicatie bedraait op de werkvloer in een fabriekshal, waar ze misschien 's nachts helemaal niet werken. Ja, en dan kun je hem gewoon 's nachts uitzetten. Dan kun je wel een rapport presenteren aan misschien wel 100 mensen die in jouw fabriek rondlopen. Ja. Die hoeven niet alle 100 een licentie te hebben. Ze maken gebruik van je capaciteit. En 's nachts dan is de fabriek dicht, zet je embedded capaciteit uit en betaal je ook niet. En ben je uiteindelijk wellicht veel goedkoper uit dan dat je zegt van we hebben een premium model nodig. En hoeveel moet je dan ongeveer betalen? Capacity betekent natuurlijk hoe meer je afneemt, hoe duurder het wordt. Maar vanaf wanneer is het aantrekkelijk dan, embedded? Hoeveel kost het dan? Stel dat je het de helft van de tijd aanzet of de hele dag? Ja, de goedkoopste variant, als je die 24/7 laat draaien, kost rond de €640 per maand. Dat is in dollars altijd, dus het is een beetje afhankelijk van de omrekening, maar rond de €640 per maand. En dan heb je de laagste capacity. Nou, daar kunnen heel veel bedrijven kunnen daarmee uit de voeten. Ja, dus dan, het is heel moeilijk om te benoemen van tot zoveel gebruikers, dan kun je met die capacity vooruit. Want het is heel erg afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van je rapport en de manier waarop je rapport hebt ingericht. En uiteindelijk heb je 6 niveaus. Dus het begint bij A1. Dat is het laagste niveau. En dat gaat door tot A6. En het is eigenlijk elke keer een verdubbeling van bedrag. Dus bij A6 betaal je 6 keer €640 per maand. Wanneer je hem voltijd aanzet. En als je dus verkiest om hem 's nachts uit te zetten. Ja, dan heb je zomaar kans dat je 1/3 minder hoeft te betalen. Ja, maar goed. Het is, de meesten zullen helemaal niet dat A6 nodig hebben. Want waarschijnlijk als je wilde geen aantal aan verbinden. Maar stel toch even 100. Hè, vind ik makkelijk rekenen. Met 100 gebruikers ben je goedkoper uit dan als je 100 pro-licenties doet. En je kan het embedded dus eventueel de helft van de tijd uitzetten, zodat het eigenlijk de helft van het geld zou kunnen schelen. En dat geloof ik ook. Dus dat is wel een belangrijke nuance. Het is geen vervangen van een pro-licentie voor mensen die de Power BI Service willen gebruiken. Want je kunt embedded niet inzetten om de Power BI Service te gebruiken. Dat is wel een belangrijk verschil. Op het moment dat je embedded gebruikt, moet je ook echt een applicatie of een webpagina hebben waarin je rapporten embed. Dat is een goed punt dat je dat zegt. Dus daarom noemde je net denk ik ook al even klantportaal. Van het wordt ergens, het naam zegt het al, ingevoegd, embed in een portaal. Ja, okay, embed is echt bedoeld om een rapport te embedden in een andere applicatie. Ja. Oké, helder. Nou, mochten daar vragen over zijn, ik ben wel benieuwd. Misschien ben je aan het kijken en overweeg je dit? Of wat is voor jou de reden om dit te bekijken? Ga jij het overwegen om in te zetten bij jouw bedrijf of bij klanten van je? Of ik ben wel benieuwd waar jij de toepassing ziet. Hè? Want het is allemaal techniek, maar waar gebruik je het daarvoor? Hè? Waar zit je aan te denken? Misschien kunnen we van elkaar leren, dus deel dat gerust je verhaal. Vind ik leuk om te lezen. Wat zullen we doen? Kunnen we een voorbeeldje zien? Of wil je eerst even naar... We zouden even kunnen kijken naar een voorbeeld van het klantportaal. Graag. Ja, ja. Ik heb zometeen nog een vraag voor die Gen 2 versie. Hè? Maar kijken we daarna even van wat de verschillen zijn, wat er nu nieuw is. Laten we eens even kijken wat we ermee kunnen. Ja, precies.
Dat dus ik heb hier gewoon een webpagina. Hè? Dus dit is gewoon Google Chrome. Ik heb hem even met F11 even op fullscreen gezet. Maar even voor jullie idee, voor het volledige beeld. Dit is gewoon een demo inlogomgeving. En wat je dus hiermee kunt realiseren, is dat je dus eigenlijk kan zeggen, joh, wij bijvoorbeeld voor onze klanten of voor bepaalde medewerkers, maak ik een omgeving waarop mensen kunnen inloggen. En vervolgens krijgen ze daar eigenlijk, en naast allerlei content als downloads of nieuws over de organisatie, of misschien bepaalde bestanden die ze moeten kunnen openen of bekijken, kun je daar ook Power BI content in presenteren. Dus ik ga hier eens even inloggen. Dit is ons demo portaal. En eigenlijk de data die hierachter zit, is eigenlijk van onze catering hier op kantoor hier beneden. Dus er zitten wat kassa data in over bestellingen die ze hier in de kantine hebben genuttigd. Ik log even in. Ja. En wat je vervolgens ziet, en dan moet je goed opletten. Kijk, hier zie je een Power BI logo kort verschijnen. Nou, wat er onder andere in dit portaal is gedaan, is dat je eigenlijk op de homepage van het portaal komt. En je ziet hier al een combinatie van plaatjes, van acties die je kunt doen. Je kunt je profiel wijzigen. Je kunt misschien meer tips en tricks openen. Of je kunt een YouTube filmpje bekijken. Je kunt een nieuwsbericht opzetten. Maar je zag hier ook heel kort een Power BI logo verschijnen. En wat hier eigenlijk gepresenteerd is, is eigenlijk gewoon een visualisatie uit Power BI live. Hè? Dus dit is gewoon op het moment dat de achtergrond deze data zou veranderen, dan zou de gebruiker ook andere data zien. En dit is ook op basis van row-level security beveiligd. Dus als hier een andere gebruiker inlogt, dan ziet hij hier ook een andere waarde staan. Hè? Dus dit is geen statisch plaatje, dit is echt gewoon data voor deze gebruiker die is ingelogd. Ja. Dus dat is al een voorbeeld van een integratie van een Power BI visual eigenlijk in jouw hele applicatielandschap. Terwijl dat je eigenlijk niet eens door hebt dat je naar Power BI kijkt, toch? Nee, klopt. En wat voor techniek hebben jullie nu hier gebruikt dan? Is dit, want dat ziet er een beetje uit als een website. Dit is een website. Nou, die kun je natuurlijk met iedere willekeurige tool die je zou willen gebruiken, zou je die kunnen maken. Wij hebben hiervoor Umbraco gebruikt. Ja. En op de achtergrond maken we gebruik van de API van Power BI. Dus Microsoft heeft een API waarmee je kunt communiceren met de Power BI service. Kun je vragen gaan stelllen, maar dat kan natuurlijk alleen op het moment dat je daartoe geauthenticeerd bent en de juiste licentie hebt. Nou, die authenticatie, dat verloopt via Azure. Dus je maakt hier gebruik van eigenlijk de Azure-omgeving met authenticatiemethodes. En die licenties, daar komt het stukje Power BI Embedded om de hoek. Dat wordt afgedekt met die Power BI Embedded licentie die we voor dit portaal gebruiken. Dus je kan dit alleen maar doen, zeg jij, op een beveiligde manier met Embedded? Of kan je dit ook met een Pro-licentie via een omweg wellicht doen? Je zou dit ook kunnen doen met een Premium licentie. Hè? Dus daar heb je dezelfde mogelijkheden mee. Dus voor klanten die Premium gebruiken, is dit ook mogelijk. Dat werkt hetzelfde. Voor een pro-licentie, dan geldt dat hier een inlog komt te staan. Want dan moet je eerst laten weten wie jij bent. Dus dan moet je opgeven. Dan krijg je een inlogscherm van Microsoft gewoon te zien, die we ook kennen als we naar powerbi.com gaan. En krijg je hier gewoon geven gegevens op. En eigenlijk is dat natuurlijk niet de klantbeleving die je klanten wilt geven. Want op het moment dat jij, stel je maakt een klantportaal en mensen moeten inloggen, dan wil je eigenlijk voorkomen dat ze daarna nog een keer moeten inloggen. Ja, dus je wil één keer aan het begin dat ze inloggen en daarna alles moet gewoon gelijk beschikbaar zijn en voor de belevenis. Ja. En kan je dan doorklikken ook naar Power BI rapporten toe? Of ik heb hier voor het voorbeeld even een dashboard ingezet. Dus ik klik op de dashboard en eigenlijk hier zie je alweer kort het Power BI logo verschijnen en heel kort ook de text loading data zoals je die wellicht kent uit de Power BI service. En wat hij vervolgens laat is het Power BI rapport. Ik zie dat hier zeker op het moment toont die dan een rapport. En eigenlijk heb je geen idee meer dat je in Power BI zit, behalve mensen die Power BI goed kennen, die zien dat als je rechtermuisknop doet, dat je eigenlijk dezelfde mogelijkheden hebt als dat je vanuit de Power BI service hebt. Maar verder, alle content of context die Power BI service meegeeft, is eigenlijk weg. Dus ook bijvoorbeeld de reset filterknop, hè? Dus daarom is het belangrijk om die bijvoorbeeld in je rapport te zetten. Ja, dat is wel een goede tip inderdaad. Je hebt er overigens nog wel een paar mogelijkheden in. Want bijvoorbeeld op het moment dat je tabbladen in je rapport zou hebben, dan zou je hieronder ook je tabbladen pagina bijvoorbeeld aan kunnen zetten. Zodat mensen wel kunnen navigeren natuurlijk. Ja. Maar ook dat kan eventueel, weet je, we hebben wel een mooi voorbeeld in de vorige aflevering gehad. Dat je soort tabblaadjes als knoppen
in je rapport zelf eventueel ook kan doen. Dat kan ook. Ja, maar voor de rest is het helemaal gewoon precies dezelfde functionaliteit. Dus je verliest niks. Het is alleen, ja, het is netjes in een soort portaal. Samen met andere informatie kan je het, aanbieden. Ja. Het werkt verder eigenlijk volledig hetzelfde. En ook hier geldt, je kan export aanzetten, export uitzetten. Je kunt drill-throughen, je kunt eigenlijk alles. Je zou ook de filterbalk hier aan de rechterkant, die we kennen en vaak verbergen, die zou je ook zichtbaar kunnen maken om mensen daarmee te laten spelen. Dus je hebt daar verschillende opties in eigenlijk. Ja, helemaal helder. Nou, voor mij een helder verhaal. Er komt een schijnbare nieuwe versie is er uitgekomen. Kan je daar wat meer over vertellen van wat houdt dat dan in en wat is er veranderd? Ja, zeker. Dit was nog een algemeen plaatje over de authenticatie. Ja? Mocht je daar een vraag over hebben, kunnen we daar even naar gaan kijken. Maar als je gaat kijken echt naar de Gen 2 en naar de Power BI Embedded, dan biedt het eigenlijk qua functionaliteit niet extreem veel meer. Twee leuke dingen die er eigenlijk extra in zitten. Ik zei net al, Power BI Embedded is eigenlijk ook premium. En dat moet je zo zien als Power BI Embedded kent de A1 tot en met A6, A1, A6 SQ. Dus die heeft 6 modellen. En we kennen natuurlijk vanuit Premium kennen we de PSQ met P1 tot en met P6. En A4 is bij Microsoft hetzelfde als P1. Dus qua capaciteit performance. Dus Power BI Embedded heeft wat lagere capaciteitmogelijkheden dan Premium. Maar dat geldt ook dus voor functionaliteit. En wat ze nu gelijk hebben getrokken in Gen 2 is eigenlijk dat je vroeger kon je paginated reports en AI workloads in embedded alleen gebruiken vanaf A4. Maar nu kun je die ook al gebruiken vanaf A1. Dus klanten die embedded aanschaffen, kunnen dus ook gewoon paginated reports embedden of AI workloads gebruiken om uiteindelijk grafische visualisaties te maken. Nou, dat is wel echt een nieuwe feature die wel echt heel cool is. Ja, dat zie ik altijd graag, dat je meer functionaliteit krijgt bij lagere prijsklasses. En paginated reports, daar kan ik me iets bij voorstellen. Hè, voor de ik denk dat de meeste mensen dat wellicht wel kennen. Hè, dus dat is meer wat de naam al zegt, hè, meer de lijstjes noem ik het vaak, een beetje denigrerend. Die kan je inderdaad nu gebruiken ook binnen Power BI. Hè, een hele andere toepassing, die report builder, moet je maar eens naar kijken. En wat bedoel je met AI workloads? Wat is dat dan? Er zijn natuurlijk een aantal AI-functionaliteiten binnen Power BI die gebruik maken van bepaalde AI-capaciteiten weer op de achtergrond bij Microsoft. Hè. En wat je ziet is dat sommige van die functionaliteiten zijn vanuit bijvoorbeeld een Pro-extensie niet beschikbaar. Daarvan zeggen ze, bepaalde functionaliteit kun je alleen gebruiken, bepaalde AI-componenten om cognitive services te doen bijvoorbeeld, kun je alleen gebruiken op het moment dat je premium gebruikt. En wat dus Embedded Gen 2 zegt, is dat je dus ook nu vanaf Power BI Embedded, iedereen die Power BI Embedded generatie 2 gebruikt, kan dus ook die AI-componenten gebruiken. Dus je kunt eigenlijk daarmee nog meer functionaliteit bieden in je rapporten die je via je applicatie aanbiedt. Ja, en vroeger moest je dan dus 4 keer €640 voor betalen als je Embedded had, of je moest overstappen naar echt premium. Nou, die hoeft dus niet meer. Nou, heel fijn. Prima. Kan je sowieso altijd makkelijk switchen van hogere en lagere A-klasses? Dat is gelimiteerd, ja. Fijn. Het is wel even goed om te weten dat generatie 2, ik heb volgens mij nog niet gezegd, is nog wel in preview nu. Dus ze hebben het volgens mij in februari gelanceerd, als ik het me niet vergis. En de officiële release datum is ook nog niet bekend. Van Power BI Premium, volgens mij Gen 2, is dat deze maand. Maar van Power BI Embedded is de officiële release datum, zover ik weet, nog niet bekend. Dus we hebben het al een aantal keer ingezet en ik merk zelf eigenlijk geen bugs of dingen. Dus ik adviseer. Is dat normaal dat het best wel lang dan in preview zit? Want we zijn toch een half jaar verder. Ja, was dat zeker. Bij Gen 1 ook? Of, nou, dat kan ik me niet herinneren. Nee. Dat was in 2018. Dat uitkwam. Dus toen is Power BI Embedded überhaupt gelanceerd. Ik weet wel dat binnen, Power BI Embedded schaf je aan via de Azure portal en niet via de Office 365 portal waar de meeste Power BI licenties worden aangeschaft. En binnen de Azure portal is het wel gebruikelijk dat dingen langer in preview staan dan dat bijvoorbeeld in het Power Platform het geval is. Interessant, ja. Nou, eens even kijken hoor. Dus wat zien we nog meer staan? Hij is sneller. Je vroeg net van kun je veranderen van A1 naar A2 bijvoorbeeld. Yeah. Nou, het voordeel van Gen 2 is dat je geen downtime hebt bij het op- en afschalen.
Dus het is mogelijk dat je geautomatiseerd op- en afschaalt. Dus je kan je bijvoorbeeld misschien voorstellen dat je scenario's hebt waarbij je bepaalde tijdstippen gedurende de dag of de week hebt dat er heel veel gebruikers zijn. En dan wil je eigenlijk geautomatiseerd van A1 naar A2, zodat je eigenlijk altijd de optimale ervaring voor je klanten of je medewerkers of wie dan ook biedt. En bij Gen 1 was het dan zo, als je ging opschalen, dan kon het soms een paar minuten duren. En als je pech had, was je ook nog een tijdje down. Dus dan bied je eigenlijk zo'n portaal aan of een applicatie. En dan tijdelijk zien mensen geen rapport of krijgen ze van een foutmelding. Ja. Je weet hoe mensen zijn. Als ze dat twee keer meemaken, is het gelijk een flutsysteem. Exact, dus het is ook belangrijk dat je dat zo min mogelijk hebt. Ja. Exact. En wat je nu dus hebt, is dat het binnen enkele seconden is het opgeschaald of afgeschaald. Dus je kan heel snel van A van A1 naar A2 of andersom. Je hebt ook geen downtime meer. Dus dat is echt een voordeel, waardoor het nog interessanter wordt om die service te kunnen schalen. Dus als ik 10 keer per dag zou willen op- en afschalen, dan is dat oké? Of zit daar ook een maximum aan, het aantal keer dat ik dat per dag doe? Nee? Okay. Zit er geen limiet aan. Nee. Dus dat is wel echt een mooie feature. Dat je zeker. Daarmee, je kunt het ook op doen op basis van alerts. Hè? Dus je kunt zeggen van ik stel bepaalde KPI in, om maar even in onze termen te praten. Ik stel in, mag een bepaalde threshold halen. En als je erboven komt, dan moet hij Even opschalen. Ja, ik ken dat wel bij mijn website hosting bijvoorbeeld. Dan heb ik dat ook wel van, er wordt nu zoveel geheugen gebruikt. Oh, even 2 gigabyte erbij. En als het klaar is, weer minder. Dus dat kan hier perfect mee. Ja, leuk. Ja. En hoe doe je hoe stel je dat in dan? Heb je een soort portaal voor embedded of zo dat je dat doet? Of hoe tweak je dat? Nou, goede vraag. Nou ja, dus waar denk ik heel veel van onze kijkers gewend zijn om dingen vanuit de Power BI Service of misschien vanuit de Office 365 admin portal te doen. In de configuratie van Power BI Embedded voornamelijk plaats vanuit de Azure portal. Dus mensen die daar nog nooit geweest zijn, dat is portal.azure.com. Iedereen die een Microsoft account heeft, kan daar inloggen. En daar kun je dus zo'n service, Power BI Embedded service, configureren. En daar kun je hem dus ook op- en afschalen. Maar je kunt het dus ook met scripts doen. Dus je, zeker mensen die wat handiger zijn met scripts, die kunnen dus eigenlijk ergens een scriptje neerzetten die op basis misschien van zo'n alert, van zo'n KPI, automatisch wordt uitgevoerd. Ja. Nou, weet je, dan kan je weer je kosten weer nog verder verbeteren en afstemmen op de behoeften. Dus dat is alleen maar Ja, en dat soort dingen doen jullie ook bij klanten? Dat jullie ze daarmee helpen met dat soort scripts dan bijvoorbeeld? Dus wat je ziet, is steeds vaker. Dus ik krijg natuurlijk bijvoorbeeld best wel vaak de vraag van waar moet ik nou starten? Hè? Moet ik nou starten met A1 of A2 of A3? Ja. Het antwoord is heel vaak dat je het eigenlijk niet kunt beantwoorden, want het is afhankelijk van zoveel variabelen. Het is afhankelijk van het aantal gebruikers wat kunnen inloggen, maar het is ook afhankelijk van hoe actief ze zijn. Dat is misschien wel belangrijker. Maar het is ook afhankelijk van de inrichting van je rapport. Want uiteindelijk, hoe meer visuals en hoe meer interactie er op jouw rapport zit, hoe meer je van je capaciteit vraagt. Dus je kan je voorstellen dat één rapport met één visual een hele andere vraag en capaciteit stelt dan een pagina met 10 visuals. Ja. Dus zodoende heb je heel veel parameters waar je aan kunt draaien om te bepalen welke SKU je nodig hebt. En wat we dan vaak zeggen van start gewoon met A1 en ga deze statistieken die hier staan, en dat is ook iets wat verbeterd is in Generation 2, ga nou eens kijken, want je kan allerlei statistieken uitdraaien. En er is tegenwoordig gewoon een standaard app voor vanuit Microsoft. Die is toevallig vorige week, 26 augustus, kwam daar een nieuwe Premium Metrics app uit. In preview. Die kun je gewoon downloaden vanuit de Power BI service. En wat bedoel je met app? Is dat een Power BI rapport bedoel je dan? Of, ja, ik kan hem zo wel even laten zien. Vind ik wel leuk om even te zien. Het is inderdaad een rapport die je gewoon kunt opvragen. En die kun je koppelen aan je capaciteit. En dan laat hij eigenlijk zien hoe jouw capaciteit het doet. Dus verbruik je nou veel van je capaciteit of minder veel. Ik kan hem even laten zien. Even start jij maar even in de achtergrond op. Ik heb het scherm even uitgezet. Nou, leuk toch, mensen die kijken. Jullie zijn een beetje rustig, maar stel gerust je vragen. Of geef je mening. Of denk je dat het voor jou nuttig is? Ik weet dat het hartstikke warm is en mooi weer, waarschijnlijk nog in het grootste deel van Nederland. We vinden het altijd leuk om even van jullie te horen. Dus mag ook na de uitzending, als je denkt, doe dat liever straks, mag ook. Wij blijven de commentaren lezen en beantwoorden. Dat is helemaal prima. Volgens mij onderwijl, ga ik even bijpakken. Dit is de statistieken. En hoe heb je dit, is dit vanuit Power BI, heb je dit erbij
Ja, vanuit Power BI kun je gewoon naar apps toe gaan. Aan de linkerkant het menu. En dan kun je get apps doen. En dan krijg je natuurlijk de apps die voor jouw organisatie gelden. Maar dan kun je dus ook de Microsoft uitgeleverde apps kun je daar opzoeken. En als je daar zoekt op de Premium Capacity app, dan krijg je deze dus. En vervolgens dan krijg je een aantal parameters die je moet instellen. Dus je moet onder andere je capacity opgeven. Ja. Dus ik heb hem nu gekoppeld aan onze Gen 2 capacity die we hebben ingericht. En vervolgens gaat hij eigenlijk van die capacity gaat hij eigenlijk allemaal statistieken laden. Nou, ik ga daar nu niet helemaal doorheen. Op basis van deze statistieken kun je dus veel beter bepalen of jij moet op- of afschalen. En kun je veel beter inschatten van oké, we hebben nu bijvoorbeeld 2 weken lang ons rapport draaien in onze oplossing. Wat zien we nou? Moeten we misschien standaard naar A3 of A4 of is A1 voldoende? En nou, dat soort statistieken gebruiken om dat soort effecten te bekijken. Ja. Ik krijg hier 1 vraag binnen, die neem ik toch gelijk even mee. Een bekende van ons, hey John, leuk dat je ook kijkt. Hij vraagt zich af, als ik dan steeds op- en afschaal, betekent het dus dat Microsoft dan per seconde, per minuut, kijkt van wat was op dat moment dan hoe noem je dat? De licentie die ik had, werkt dat zo? Ja, de capacity die je afneemt, dus dat doet hij inderdaad per minuut. Ja, dus hij kijkt per minuut hoe lang, dus als jij hem 10 minuten aanzet, dan betaal je slechts 10 minuten. Dus dat is hartstikke interessant. Mooi, ja, zeker, leuk. Dankjewel voor je vraag, John. Oké, dus volgens mij hebben we deze allemaal, even kijken, limieten per dataset in plaats van over alle datasets heen, de RAM-limiet, dat is de enige volgens mij die je nog niet genoemd hebt. Ja, deze in combinatie met de bovenste bullet, snelle laden van interactie, dus de Generation 2 is eigenlijk in de algemene performance gewoon sneller. Hè? Dus voor dezelfde capaciteit en voor hetzelfde bedrag krijg je eigenlijk een betere ervaring. Dat is eigenlijk wat het is. Nou, dat persoonlijk, ik heb best wel veel met embedded nu gewerkt, merk ik dat ook. Dus ik merk echt wel dat mijn rapporten sneller laden, sneller interacteren met visuals. Ik heb er nu toevallig nog 2 bij de generations naast elkaar staan, dus dan kun je af en toe goed vergelijken. Het vergelijken. En, maar gevoelsmatig, hoeveel sneller dan? Dat gaat natuurlijk om, dat is natuurlijk nog niet eens secondenwerk, denk ik. Maar zeker het eerste moment van rapportladen ervaar ik dat, ik heb nu A1 draaien voor onze demo, ervaar ik dat het eenmaal opstarten van het rapport gewoon een stuk sneller is dan dat het hier voorheen was. Maar ook dat interacteren gewoon minder, vraagt minder tijd. En dat gaat natuurlijk, ik zat normaal geen 3 seconden te wachten. Alleen een halve seconde op 1 seconde is natuurlijk al best wel veel. Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. Ja, je hebt het idee dat je even iets directer iets ziet gebeuren als je klikt. Ja, ik kan gewoon iets lekkerder doorheen klikken. Ja, Dat heeft wellicht ook met het tweede hoofdpunt aan maken eigenlijk. Wat Microsoft voorheen deed in Generation 1, die zeiden je hebt een capaciteit. En die capaciteit had een bepaalde RAM, dus bijvoorbeeld misschien 1 gig aan RAM-geheugen, wat je aan memory, wat je kon gebruiken. En als die vol zat, dan had je een soort van wachtrij. Hè? Dus dan stel dat 10 gebruikers iets gingen vragen aan dat geheugen, of een bepaalde visualisatie gingen opvragen, een bepaalde berekening. Dan als dat geheugen vol was, dan moet je even in de wachtrij. Nou, dat is natuurlijk nog steeds zo, dat werkt hetzelfde. Alleen, als je meerdere datasets in die ene aan die ene capaciteit hebt gekoppeld, dan geldt die capaciteitslimiet nu per dataset. Dus het is niet zo meer dat het optelt, maar je kunt dus, als je meerdere datasets hebt, en dat is in grote organisaties steeds vaker het geval natuurlijk, misschien een dataset voor finance en eentje voor logistiek en eentje voor sales, ik noem maar wat, dan kunnen ze alle 3 los van elkaar eigenlijk die 1 gig gebruiken. Maar heb je daardoor dus 3 gig tot je beschikking? Of deelt hij die 1 gig door 3 en heb je minder wachtrijvorming? Je hebt 3 gig ter beschikking, alleen binnen 1 rapport maar 1. Hè? Dus het is niet zo dat als je op die 1 zit binnen dat ene rapport, heb je nog steeds een wachtrij. Ja. Het is niet zo dat als 2 mensen 2 verschillende datasets opvragen, dat ze op elkaar zitten te wachten. En dat is ook wel een mooie winst voor eigenlijk organisaties die al een wat grotere oplossing hebben. Dat vind ik wel interessant. Het klinkt dan alsof hoe meer datasets ik heb, hoe meer geheugen ik dan heb. Of werkt dat dan niet zo? Ja, en hoe meer beheer. Dus ik zou wel voorzichtig dat ook. In het landschap met datasets. Ja, ik neem toch aan dat er dan toch ook wel een overall limiet aan vast zou moeten zitten, toch? Anders
Ik heb hem niet gevonden in de limitations. Nee? Ik heb hem ook niet uitgezet, want het is natuurlijk heel wat werk om dat soort dingen te testen. Ja, maar, ja. Nou, interessant. Van Microsoft in ieder geval voorschrijft. Ja, ja. Ja. Nou, ik vind het, ja, dus dat zijn de grootste verschillen, hè, tussen Gen 2 en Gen 1. John heeft nog een opvolgvraag. Laten we die gelijk meenemen. Die komt net binnen. Dus de visualisatie wordt niet meer zo snel afgebroken door Microsoft. Ik weet niet precies wat je ermee bedoelt, John, eerlijk gezegd. Afgebroken. Misschien kan je nog even, ik weet niet of jij... Op het moment dat een klant met meerdere datasets werkt, dan heb je inderdaad minder kans dat jouw visualisatie wordt afgebroken. Bij het laden. Ja. Wat je in praktijk natuurlijk wel vaak ziet, is dat er heel vaak, zeker voor embedded reports, wat vaak een hele specifieke oplossing is, misschien wel voor een set klanten, en daar hangt vaak maar één dataset achter, dat je in praktijk vaak ziet dat die capaciteit gewoon volledig aan die ene dataset toebedeeld is. En dat er eigenlijk niet zo heel veel verandert. Alleen, ja, zeker voor wat grotere oplossingen is dit echt wel een interessante wijziging. Ja, nou, mooie conclusie denk ik. Volgens mij hebben we alles verteld wat er te vertellen valt hierover. Of tenminste jij, ik vertel niet zoveel. Maar, ik hoop dat het helder is voor iedereen. Super bedankt dat je weer even wilde langskomen, Bob, en dat wilde toelichten. Ik vind het altijd leuk als je langskomt. En mocht je nog andere leuke voorbeelden hebben of andere dingen, je bent altijd welkom. Je kunt deze aflevering en alle andere afleveringen terugvinden op ons YouTube kanaal. We zitten bijna op de 500 abonnees nu, nog 6 of 7 te gaan. Dus mocht je nog ons niet volgen, klik even op subscribe, dan halen we die 500. Dat is toch weer leuk. Volgende week donderdag zijn we er natuurlijk weer om 4 uur. En dan hebben we Hielke Peek te gast. Ik heb hem vanmorgen toevallig al even kort gesproken. Hij gaat een aantal demo's geven van hoe kan je nou Power BI en Power Automate combineren. Dus wat zijn nou use cases waar je dat kan gebruiken. Die combinatie vooral. En als je dat leuk vindt, wees erbij. Volgende week zijn we er dus weer. Nou, bedankt allemaal voor het kijken. Goeie, fijne middag allemaal. Lekker nog even genieten van het zonnetje. En we zien jullie hopelijk weer volgende week. Hoi. Doei Bob. Doei. Doeg. Hoi.